Hey, ik ben Pim van frituurgezond.nl en leuk dat je kijkt naar deze video waarin we gaan kijken naar de witte Philips Airfryer XXL met type nummer HD9870-20. Deze witte airfryer wordt geleverd met het nieuwe grote bakaccessoire. En om deze gelijk goed te testen ga ik samen met Martin Sanders, de Philips chef, een nasi goreng maken. Dus laten we gauw aan de slag gaan. Kijk eens wat we hier hebben staan. Een nieuwe witte Philips Airfryer XXL. En ik sta hier met Martin Sanders, de Philips chef. Kun je wat vertellen over deze nieuwe airfryer? Ja, vanaf maart 2022 komt hij op de markt. De nieuwe witte Smart Sensing. Nou, we kenden natuurlijk de zwarte Smart Sensing. En die is eigenlijk uniek omdat hij in de airfryer een sensor heeft. En die meet eigenlijk hoeveel friet je bereidt, hoeveel kip of hoeveel vis je bereidt. Nou, daar komt nou een witte komt erbij. Mooi afgewerkt met champagnekleur. Rosé gold aan de voorkant. Ook herken je eigenlijk de Smart Sensing aan de andere coating in de mand. Die glimt wat meer. Dus die is ook wat harder. Dus je gaat merken dat er ook minder aan blijft plakken. Nou, dan heeft hij net zoals de zwarte, heeft hij gewoon een netje wat je er eigenlijk uit kan halen. Waardoor jij ook accessoires kan gebruiken. Bij de witte Smart Sensing Airfryer zit een bakaccessoire bijgeleverd. Die zit niet bij de zwarte erbij. Nou, dat bakaccessoire, zoals je hem eigenlijk kan vergelijken met het bakaccessoire wat we nu op de markt hebben, is dat veel groter. Je gaat merken dat in het kleinere bakaccessoire is optimaal voor een brood te bakken of voor een cake te maken. Dit is meer ook echt om maaltijden te bereiken. Dus eigenlijk treebeek maaltijden, grote hoeveelheden eten in de mix te bereiden of bijvoorbeeld een nasi die we nu gaan maken. Nou, ik zou zeggen, we gaan gewoon lekker een nasi maken. Ik heb wat kipblokjes meegenomen. Ik heb wat nasi groenten meegenomen. En ik heb wat rijst gekookt. Want de rijst moet je natuurlijk wel van tevoren even koken. Nou, wanneer je de airfryer openmaakt, zie je eigenlijk dat het hele grote bakaccessoire, wat overigens ook los te koop gaat komen. Je kan dit vinden onder HD9956. En is vanaf maart gewoon leverbaar. Bij de winkels waar ze airfryers verkopen. Dat schuif je eigenlijk één op één in de airfryermand. Dus het heeft de hele oppervlakte van de airfryermand. Nou, dan gaan we dit even voorverwarmen. Een minuutje of 300-400 graden. Ja. En dan gaan we de kip eventjes een klein beetje kipkruiden opdoen. Dan kunnen we dat kleinere bakaccessoire even aan de kant leggen. Ja. Dit is gewoon kip die je bij de supermarkt hebt gekocht. Ja, ik heb zelfs lekker lui gewoon blokjes gekocht. Ja. En makkelijk mag je natuurlijk ook kip snijden. Ik heb ook nasi groenten gekocht. Ja. Nou, nasi groenten kan je gewoon in een zakje kopen. Je kan het vers snijden. Het voordeel als jij verse groenten gaat snijden. Verse groenten, dan staan de poriën nog heel mooi open van de groenten. Als jij zakjes groenten gaat kopen, dan zit daar gas in en die poriën kunnen dicht gaan staan. Bij dit soort gerechten maakt dat weinig uit. Maar als je dus alleen groenten gaat bereiden, ben ik altijd voorstander van om verse groenten te snijden. Nou, dat is bijna op temperatuur. Ja, inderdaad. Je ziet ook het mooie wit display. En in feite is die eigenlijk gewoon hetzelfde als de Smart Sensing Airfryer met die snelprogramma's. Nou, dan doen we eigenlijk, de bakaccessoire is nu eigenlijk warm. Doen we daar gewoon een drupje olie in. Jij mag van mij gewoon olijfolie pakken. Dat is helemaal geen probleem. Want een airfryer is gelokt tot 200 graden. Dus jij gaat nu groenten en vlees in de mix bereiden. Dus dan mag jij van mij gewoon olijfolie pakken. Of zonnebloem, maakt niet uit, maar olijfolie mag je pakken. Nou, in dit grote bakaccessoire ligt dus de kip en hierbij doen we de wokgroenten. Dit is allemaal nog rauw in de pan, dus dat kun je gewoon tegelijk bereiden in dit ruime bakaccessoire. Dus ik ga nou de kip, die ga ik mooi bakken met de groenten. Mm-hmm. Nou, heel veel mensen vinden dit eigenlijk eng. Die zeggen, oh, die airfryer, die groenten, die vliegen toch overal naartoe. Nee hoor, want eigenlijk door dat bakaccessoire sluit je eigenlijk de onderkant natuurlijk helemaal af. En dan kan jij dus gewoon die groenten bereiden in die airfryer. Dat is geen probleem. 200 graden en 5 minuten. 5 minuutjes. Ja. Dus na de 5 minuutjes gaan we naar de volgende stap. Ja. Nou, de 5 minuutjes zitten er weer op. We kunnen naar de volgende stap. Hij is klaar. Ik ga een klein beetje sambal gaan toevoegen. Ik vind het altijd lekker. Dit is trouwens niet super pittige sambal. Dan ga ik de nasi kruiden, die ga ik gaan toevoegen. Die heb ik een klein beetje water in gedaan, dat kan gewoon. Die voeg je er eigenlijk aan toe en die meng je er lekker doorheen. Kijk eens aan.
Je ziet ook echt wel dat dit bakaccessoire veel meer ruimte heeft dan het andere accessoire. Inderdaad. En nu gaan we ook meteen de rijst hier aan toevoegen. Oké. Dat is al voorgekookte rijst. Ja. Rijst moet je altijd eventjes voorkoken. En hier zie je eigenlijk wel wat in een XXL prima kan. En daarom heb je ook echt die 2250 watt nodig. Je kan daar gewoon grote hoeveelheden eten kan je daarin bereiden. Ja. En wat je nou gaat nasi goreng, dat betekent eigenlijk gebakken rijst. En dat gaat heel goed in een airfryer. Want wat je nou dadelijk gaat merken, is dat die rijst heel mooi krokant gaat worden. Door die lucht. En je mag tussendoor die airfryer gewoon open schuiven en een keer doorroeren. Dat kan allemaal. Dat is gewoon koken. Yes. En welke baktijd gaan we nu instellen? Voor dit? Ik ga dit ongeveer 10 minuten bereiden. Om alles bij elkaar warm te maken. En ook wel op 200 graden? Ja. Okay. Nou, de nasi is klaar. 10 minuutjes erin en je ziet, je kan eigenlijk heel mooi een nasi goreng kan je maken met hele mooie krokante nasi. Nou, kip is mooi gaar. Ook mogelijk is bijvoorbeeld mosselen zou je kunnen gaan bereiden. Je kan met vloeistoffen gaan werken als je bijvoorbeeld zegt ik wil een curry gaan maken. Of bijvoorbeeld een risotto zou je er ook in kunnen maken. En het voordeel is maximaal 200 graden. Je product kan veel minder snel aanbakken. En dat is ook echt wel het verschil met bakaccessoires. Dus dit is nog steeds wat meer geschikt voor brood te bakken en voor cake te maken. Stel ik maak hier dat brood in, dan vloeit dat brood uit en dan krijg je altijd een redelijk plat brood. Hier kan je mooi brood maken voor 2-3 dagen en zo maak je weer een nieuw broodje. Daar is eigenlijk het bakaccessoire voor. Wij gaan lekker eten. Nasi goreng, heb je daar zin in, Pim? Ja, het ziet er super lekker uit, dus we gaan even een mooi bordje opmaken. Ja. Ja, en ik heb het nou voorgedaan met rijst, maar je zou zo bijvoorbeeld ook pasta kunnen bereiden. Als je zo pasta of bami kan je zo opbereiden, dat gaat prima. Maar je echt gaat merken, door die 200 graden, het kan niet meer aanbranden. Je maakt gewoon een smaakvol gerecht. Ja, het ziet er super lekker uit. Dus wij gaan genieten van deze nasi goreng uit de Philips Airfryer XXL. Inderdaad, eet smakelijk.